Hallo, hallo allemaal. Ik ben op Arnhem Centraal. En in deze nieuwe hotspot aflevering ga ik even kijken naar de leuke hotspots in Arnhem. En het is wel grappig, ik ben er net achter gekomen. Ik begon in Amersfoort, nu naar Arnhem. Ik doe bijna gewoon het hele alfabet. En misschien is dat wel een leuke manier om zo heel Nederland te ontdekken. En dan gaan we gewoon de volgende keer naar een plaats met de B. Maar we zijn nu eerst in Arnhem en daar gaan we even kijken naar wat vegan hotspots. En ik heb vooral ook één missie en dat is nieuwe schoenen. En niet zomaar schoenen, maar daar kom ik later op. Even shout-out naar mensen uit Arnhem. Of in ieder geval, hoe leuk was deze treinreis? Ja, jullie hebben er niks van meegekregen, maar ik vond het gewoon zo gezellig. Iedereen was gewoon een beetje met elkaar aan het kletsen. En ik vind dat zo leuk. En eerlijk is eerlijk, ik doe ook mee aan de cultuur met altijd een koptelefoon op in mijn eigen bubbel. Ik beken dit. Maar iedereen had gewoon een beetje, weet je, het was niet eens dat iedereen met elkaar ging bemoeien, maar het was gewoon gezellig. En daar kan de Randstad veel van leren. Maar goed, laten we even met z'n allen Arnhem ontdekken. Aangezien ik nogal trek heb, ga ik eerst even ergens lunchen en dat ga ik doen bij Koek van Noek. En als ik het goed heb gezien, hebben zij vegan tosties. En daar ben ik wel benieuwd naar. Maar als het goed is, is dat in deze straat. Dus laten we er naartoe gaan. Koek van Noek is een vegetarisch hotspot met super veel vegan opties. Maar ook glutenvrije en, nou ja, alle andere allergenen. De tosti met vegan kaas en een frappe of frappé, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, maar dat was wat ik bestelde. Toen ik dat laatste op de kaart zag staan, kon ik niet anders dan die bestellen, want het was gewoon met vegan slagroom. En eerlijk, ik zat echt bomvol na deze twee dingen. Het was zo machtig allebei. Maar zo mega lekker. Dus het is echt zeker de moeite waard om hier even langs te gaan. Oh jongens, deze tosti, nou ja, eigenlijk vooral de frappe, was zo lekker. Maar ik ken niet veel winkels waar je echt, zeg maar, een vegan frappe kan krijgen met vegan slagroom. Dus toen ik dat op de kaart zag staan, dacht ik echt, I need this in my life. Oké, ik moet even focussen. Want ik ben op zoek naar een schoenwinkel. En voordat ik de schoenwinkel enter, zal ik even uitleggen wat voor schoenwinkel. Het is namelijk zo. Ik heb niet de beste tenen of de mooiste voeten van deze wereld. Sterker nog, iedereen maakt me altijd een beetje belachelijk erover. Of hoe zeg je dat? Belachelijk erom. Ik word ermee gepest. Ik heb ooit een keer gehad dat een jongen aan mij vroeg, toen was ik echt 16. Wat zou jij aan jezelf veranderen als alles kon? En ik antwoordde met tenen. Ja, dat is natuurlijk een hele gek antwoord voor een meisje van 16. Maar het is nog steeds wel de waarheid. Maar toen kwam een vriend van mij naar mij toe en die had het over een vrouw op YouTube. En die had het over de barefoot community. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien ken je het wel. Misschien draag je het zelf wel. Maar het zijn vaak die schoenen met, nou ja, die eruit zien als een soort handschoenen met tenen. En met alle respect, ik vind dat niet per se de mooiste schoenen. Maar er zijn tegenwoordig ook andere varianten. Namelijk varianten die gewoon eruit zien als sneakers. Alleen ze hebben een bredere, ja, bovenkant. Hoe zeg je dat? Uiteinde waar je tenen gewoon normaal kunnen staan. Ik heb ook online alvast teenspreiders gekocht. Maar ik wil dus ook die schoenen kopen. En dat ding ook is, ik ben zo lastig met schoenen dat ik dacht, ja, ik moet dit gewoon live testen. Toen zag ik dat ze een winkel hebben in Arnhem. Daarom ben ik eigenlijk hier. Dit is mijn voornaamste reden waarom ik in Arnhem ben. En toen dacht ik, laat ik er meteen een vegan video van maken. Met een leuke vegan hotspot en meer beelden van Arnhem. Maar eigenlijk de main reason of de hoofdreden dat ik hier ben, is voor die schoenen. Want ik wil gewoon, ik weet niet wat het met jullie is, maar iedereen bestelt natuurlijk van alles en nog wat online. Ik ben echt een oud wijf of zo. Ik kan niet dingen online bestellen. Ik moet gewoon dingen passen. Ik moet dingen zien. Ik moet het voelen. Ik heb helemaal geen zin in die romslop van pakketjes terugbrengen omdat het te klein is. Dus als het even kan, natuurlijk, ik ben geen heilige, ik bestel ook dingen online. Maar ik bestel alleen dingen online als ik zeker weet dat het, ja, hoe zeg je dat, dat het gewoon meteen goed zit. Ik breng eigenlijk bijna nooit iets terug. Goed, dit was een heel lang verhaal. We gaan op zoek naar de winkel, want volgens mij moet hij hier ergens zijn.
semester is echt een wereld voor mij open gegaan. Ik had dit echt 20 jaar eerder moeten doen. Nou ja, volgens mij bestond dit 20 jaar geleden nog niet. Weet ik eigenlijk niet. Vast wel. Maar niet in deze stijlen. Maar anyhow, dit zit zo lekker. Het was wel even een mindfuck. Toen ik deze schoenen aan had, dacht ik echt... Ik voel me een beetje Pipo de Clown. Eerlijk is eerlijk. Maar ze zitten zo goed. En toen dacht ik, wat is nou belangrijker? Dat jij denkt, ik huppel hier vrolijk door het leven zonder blaren, zonder pijn. Zonder dat mijn tenen knellen, zonder dat ik voel dat mijn schoenen schuren. Of dat je Pipo de Clown voelt, wat gewoon een oordeel is van jezelf. Echt, deze schoenen. Dit is fantastisch. Ik heb ze gekocht. Ik ben helemaal blij. Ik ga nu alweer naar het station. Want ik ga vanavond barbecuen bij mijn zus. Heel veel van Arnhem hebben jullie niet gezien. Maar ik ga trouwens wel nog even thuis mijn schoenen goed laten zien. Maar ik ben echt helemaal blij ermee. En ik ben heel erg benieuwd wat jij hiervan vindt. Want ik had nogal een mening over deze schoenen. Eerlijk is eerlijk. Maar dat komt ook omdat je die schoenen hebt met die... tenen. En eerlijk is eerlijk, ja. Dat vind ik wel next level. Maar dit, top. En ze hadden echt alle soorten maten schoenen. Echt sportschoenen, maar ook ja, zoals sneakers zoals dit. Laarzen, nette schoenen, echt alles. Yes, nou dit zijn ze dan. Als ik ze zo in beeld doe, valt het eigenlijk wel mee hoe het eruit ziet. Maar ik weet niet, in mijn hoofd ziet het er nog steeds een beetje breed uit. Maar ik ben heel erg blij met deze schoenen en ze lopen echt, ik heb ze al een keer aangehad. Ik heb ze gisteren aangehad, want dit is 2 dagen later. Ze lopen als wolkjes. En ik wil hiermee ook mijn City Tour Arnhem afsluiten. Ik ben me ervan bewust dat ik maar een heel klein beetje Arnhem laat laten zien. Het was een beetje een chaotic day, maar ik hoop dat je er alsnog van hebt genoten. En laat ook vooral weten als ik nog een keer terug moet naar Arnhem, want dan gaan we gewoon deze hele tour nog een keer doen. Want dat kan gewoon. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet dan zeker niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik zie je bij de volgende video. Bye bye!